ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 13 september en het is pas 7:55. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ga deze week hopelijk wat leukere dingen doen. Ik heb sowieso een 21 diner, dus dat is leuk om te filmen. En ik moet vandaag werken op school, dus op school ga ik niks filmen, maar... Ik wil daarna naar de sportschool en ik moet even wat dingetjes kopen. Ik ben heel wit, zie ik. Zo wit als de muur. Maar ik denk dat het ook een beetje komt door de camera. Maar in ieder geval over 5 minuutjes moet ik richting school. En dan zien jullie mij na school pas weer. Oké, het is inmiddels overavond. Ik ben dus vandaag de hele dag naar school geweest en ik heb daarna aan school gezeten. Ik ben echt heel druk bezig geweest en ik ga nu... Even facetimen, want ik ga vanavond tickets zoeken voor Curaçao. Echt mega spannend. Maar Floor en Vos zou ik eigenlijk meegaan naar Curaçao. Alleen ik heb toch voor gekozen om een minor in Nederland te doen, maar ik ga wel een week langs. Dus ze facetimen om tickets te boeken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga nu even de tickets boeken. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Gisteren heb ik gekeken naar tickets voor Curaçao. En ik ga een week naar Curaçao. Dus ik heb daar echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Dus ik ben helemaal blij. De tickets zijn geboekt. Ik heb alles betaald. Dus dat is heel chill. Ik heb vandaag dus mijn eerste stage nog in de gymzaal. Dus ik heb mijn Nike broek aan en een trui. En dan ga ik naar de gymzaal toe. In mijn vorige week nog kon je zien dat ik ziek was. Maar ik heb echt al 2 keer een coronatest gedaan. Maar... Ik ben gewoon echt ziek. Dus wij gaan nu naar stage. En ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga vinden. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben vandaag een dagje vrij. Ik had gisteren een hele drukke dag. Ik had dus de eerste dag van mijn stage voor mijn minor. Was echt heel erg leuk, maar best wel zwaar. Vandaag ben ik een dagje vrij en ik moet echt heel veel dingen regelen. Ik heb een to-do-lijstje gemaakt. Ik ga zo meteen naar de mall, want ik heb... Ik moet even hakken ophalen, want ik heb vrijdag 21 diner van C. En ik moest ook nog wat andere dingetjes doen, dus ik ga die lekker meenemen. Krijg ik een pakketje van Naked, ik weet niet hoe laat. Maar als ik die op tijd krijg, wil ik daar ook een video over maken. En ik moet ook nog een outfit kiezen voor vrijdag. Dus ik dacht, misschien is het leuk om jullie even daarin mee te nemen. Dus dat. Oké, ik ben bij mijn vader thuis en ik ga zo meteen dus even naar de mall. Om die hakken op te halen van de Zara voor het 21 diner. En ik heb een pakketje binnen van Shein. Dat heb ik gewoon zelf gekocht. En daarin zit ook het jurkje voor het 21 diner. Ik weet nog niet welke ik aandoe. Er zitten ook nog wat andere dingen in. Dus ik dacht, ik laat je het even zien. Want ik had namelijk ook dit jurkje waar ik uit kan kiezen voor 21, voor mijn, voor Ceder 21 diner. Deze van Lovies. Maar ik had bijvoorbeeld ook nog deze van Naked. Want het thema is dus volgens mij met de kleuren roze, wit en goud. Maar ik zag dit jurkje op Shein. En ik vond deze er eigenlijk ook wel heel erg leuk uitzien. Dus ik ga gewoon even passen en kijken welke het leukste is. En die trek ik dan gewoon aan. De kwaliteit voelt wel echt mega slecht. Maar ik denk wel dat hij er heel leuk uitziet. Dus dat is gewoon een roze jurkje met hieronder dat beetje dat geruffeld. Dat zal ik straks dan ook wel eventjes laten zien als ik het aandoe. Dan had ik ook nog een bikini besteld omdat ik dus naar Curaçao ga. En dat wist ik eigenlijk wel al. Dus ik dacht, bestel ik er gelijk nog even een bikinietje bij. Want ik vond deze heel leuk. Het is namelijk met luipaard. En dan is dit broekje heel mooi. En die kan je dan zelf verstellen. Wel aan de achterkant heel erg cheeky. Maar dat vind ik wel altijd heel erg mooi. En dan gewoon zo'n topje. Dit is wel een M, maar hij ziet er wel een beetje klein uit. Nou, dit moet ik nog heel even goed doen. Maar jullie snappen waarschijnlijk wel gewoon het idee. Gewoon zo'n triangeltopje. Dan heb ik die week daarna het 21 diner van Sas. En dan heb je geel en wit. Dus ik had een geel jurkje besteld. Hij is wel een beetje meer geel-goud. En ik hoop dat deze past. Ik heb ook nog andere besteld. Die zijn volgens mij nog niet binnen. En dat is namelijk dit gele jurkje. Er zit hier wel een gat, zie ik nu. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Ik heb deze ook in een maatje M. Ik ben heel benieuwd. En anders moet ik namelijk daarvoor nog iets anders gaan zoeken. Dan had ik nog wat lingerie dingen, maar dat laat ik even in de verpakking zitten. Een soort leren topje wat leuk, mij leuk leek onder een blazer.
dan heb ik echt deze klemmetjes besteld. Die waren echt maar 2 euro nu. En ik gebruik ze altijd voor stage. Dus ik dacht, dat is wel heel fijn. Dus dat is die. Ik mis dingen, lijkt het wel. Komt dat nog? Oh, hier zit ook nog iets. Nog een andere zwarte top gezien. Die je zo... Oké, ik moet even goed kijken hoe dit zit. Maar ik zal wel een plaatje in beeld zetten. Maar die dus. En ook nog een ander topje. Oh. Ja. En de rest moet ik dus nog eventjes op wachten. En ik ga dus nu naar de mall toe. Oké, ik heb de outfit even gewisseld. Ik heb nu dit aan. Wat ik nu ga doen is naar de mall even een pakketje ophalen. En ik moet dus ook wat andere dingen kopen. Als ik dat heb gedaan, wil ik eigenlijk mijn auto gaan wassen. Dus ik hoop dat ik daar tijd voor heb. Maar in ieder geval, ik ga nu eventjes naar de mall toe. Ik zit in de auto. En ik zei dat ik eerst naar de mall ging. Maar ik ga toch eerst maar mijn auto wassen. Want ik weet gewoon als ik dat ga doen. Als ik eerst naar de mall ga, ga ik dit gewoon niet meer doen. En mijn auto is echt zo vies. Het is echt... bizar, er ligt overal rommel en het is gewoon mega vies. Dus ja, dacht ga ik dat eerst opruimen en rij ik daarna door naar de mall. Want ik heb daar ook gewoon nog tijd voor, dus dat is prima. Ik dacht, ik moet toch ook wat eten. Nee, dat kan echt niet. Dus ik heb even één hamburger bij de McDonald's gehaald. Echt zoveel trek in. Dus ik ga ik lekker eventjes opeten. Oké, ik hoop dat alles eraf gaat, want de auto was echt heel vies. Nou, ik ben weer thuis. Mijn pakket van Naked is ook binnen. Daar ga ik een aparte video voor maken. Heel veel leuke dingen. En ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. De helft komt aan de onderkant eruit. Dat is fijn. Als eerst heb ik 2 keer die gekocht. Deze, want die had ik nog nodig. Deze had ik nog nodig voor in mijn kamer. Ik ben even gaan zitten, is toch iets handiger. Ik hoop dat je hem goed kan zien. Ik twijfelde heel erg hierover, maar ik vond hem zo leuk staan. En ik heb gewoon echt geen spullen nodig, maar dit is gewoon altijd handig. Ik zag hem namelijk voorbij komen op TikTok, dus ik heb deze blazer gekocht. Echt, de kwaliteit voelt mega goed aan. Hij is 46 euro en ik heb een maat S, want hij is best wel oversized. En ik had hem dus aan in de paskamer. Dit is de code voor als je hem wil hebben. Dan bij de Zara had ik die hakken opgehaald. Maar het zijn deze hakken. Ik heb ze in een maatje 38. Ze waren 40 euro. Dus die ga ik nu eventjes passen. En dan weet ik dat ook weer. Of ik dat pas voor mijn outfit. En ik heb nog iets gekocht wat ik wel grappig vind om te vertellen. Want ik doe dus natuurlijk de minor bewegingsonderwijs. En we moeten leren jong leren. Dus ik heb jong leerballen gekocht. Daar ga ik mee oefenen. Dus ik hoop dat dat lukt. Ik dacht misschien is het wel leuk om het proces een beetje vast te leggen. Zodat jullie zien hoe dat dan gaat. Niet op mijn teennagels letten. Maar de hakken zijn aan. Ze zijn echt mega hoog. Ik weet niet of ik hierop kan lopen. Maar ja. Voor het 21 diner doen we het maar. En ik neem anders wel gewoon andere schoenen mee voor de zekerheid. Dit is het roze jurkje van Shein. Ik vind hem echt mega leuk met die hakken eronder. Deze moet nog even dicht. Maar hij zit echt mega lekker. Dit is dat zwarte topje van Shein. Hij zit echt heel lekker. En ik vind hem heel mooi. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar ik ben dus nu bij mijn vriend thuis. En ik heb net even boodschappen gedaan. We gaan zo samen eten. Wat voor spullen liggen hier allemaal? Oh ja. Dus ik heb even boodschappen gedaan. We wisten allebei echt niet wat we wilden eten. En ik zag een nieuw vers pakket. Oh, ik heb de deur niet dicht gedaan. Dus ik dacht, laten we het vers pakket maar proberen. Het nieuwe. Ik hoop dat hij dit ook wil. En als je het weg. Ik zag namelijk tortilla pizza. Ik dacht, dat kunnen we wel proberen. Ik heb nog vitamine shotjes gekocht. Eierkoeken van morgen op school. En nog kaas en mozzarella. Want ik dacht, dan kunnen we er lekker kaas en zo op doen. En nog even een extra paprika. Dus dat is wat we vanavond gaan eten. Oké, ze zitten erin. En nu moeten we 10 minuten wachten. Ik ben heel benieuwd.
Ik hoop dat het een beetje knapperig wordt. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik had gisteren echt een super drukke dag met werken en ook nog naar school de hele dag. Vandaag is het vrijdag, ga ik de hele dag naar de hogeschool en ik heb vanavond 21 diner van C. Heel veel zin in, alleen mijn wimpers zijn dus echt helemaal uitgevallen. Dus ik moet echt vanavond mijn make-up onder even wat fixen ofzo, want anders ziet het er echt niet uit. Ik heb net gedoucht, want vanmiddag heb ik echt maar een uurtje tijd om me klaar te maken. Ik heb tot 5 uur ongeveer school, ik moet om 6 uur op het 21 diner zijn, dus eigenlijk veel korter. Dus ik ga nu snel mijn spullen inpakken en dan ga ik van 8:30 tot 5 ongeveer naar school. Nou, netjes. Ja? Dat ik er niet uitzie zoals ik had willen uitzien. Hoezo? Je ziet er toch leuk uit? Oké. Het is inmiddels 6 uur. We hadden er om 6 uur moeten zijn. Kleine uitloop. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb toch dit jurkje aangedaan. Oh, die zon. Oh, nee. Ik heb ook echt heel veel trek. Ja, ik ook. Dus we hebben er zin in. Oké, het is echt mega mooi. Lieverd, ik ben aan het vloggen. Oké, we gaan dus nu de partybus in. Ik wil even deze vlog overnemen. We gaan dus nu de partybus in, daar gaan we dansen en zo. Heel gezellig. Janet staat aan het opgesloten in de wc. Dat is helaas gebeurd. We kunnen er niks aan doen, maar dat is oké. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Nou, haal het goede maar weg. Gisteren had ik het 21 diner van C. Was echt super leuk, maar ik ben gewoon echt brak. Ik heb half mijn make-up geslapen. Ik heb wel tot 10:30 kunnen slapen. 10:30. Dus dat is prima. We werden dus met de partybus thuis gebracht. Het was echt heel leuk. Ik moest gisteren heel erg haasten, dus daarom had ik een soort half intro in de auto gefilmd. Maar ik hoop dat jullie de beelden leuk vonden. Ik ga zo meteen even met Ijf naar de Mac. En na de Mac gaan we even bij Seem Ijf haar laptop ophalen. En ik zou vanavond eigenlijk met Eve gaan, maar dat gaat niet door. Want Eve moet even aan school. En ik moet nog wel mijn kamer opruimen. Dus ik ga over 1:30 met Ijf. Dan ga ik vanmiddag een video opnemen als dat lukt. Want ik heb wel echt heel erg hoofdpijn. Dingen voor school doen en dan... De vlog bewerken, dat moet ik ook nog doen. Mukbang. Nou, mukbang. Ik heb een Mac-kroketje. Goed. Ik haat dat ik mijn gordel aanhaal. Nou, ik ben al naar de Mac geweest in deze vlog. Dus ik krijg weer haters. Haters. Dank u, dank u. Alsjeblieft. Deze even hier. Jij wil geen pizza's, toch? Goh. Zitten er wel twee in? Hey, kijk. Hey, hey. Wow. Oké. Wat heb je nog nodig? Nee, ik ga die hier zo aan de binnenkant. Cadeautje van C. Ik ben weer thuis. Ik was dus even met Ijf naar Mac en daarna nog even naar C. Dus toen had ik die bloemen gekregen. Heel leuk. Dus ik ga die zo op mijn kamer zetten, maar ik moet eerst echt dit allemaal opruimen. Het is echt vreselijk. Vorige week was het nog helemaal opgeruimd, maar... Ik ga nu eventjes alles opruimen. Ik heb zelfs nog verhuisdozen staan. Ik heb dit nog staan. Maar het is al echt zo laat. Ik heb me echt... Het is gewoon 5 uur. Ik heb de hele dag niks gedaan. Er zit zelfs nog make-up boven mijn ogen. Het
ziet er echt niet. Oké, het is zondag. Ik heb net gedoucht. En er lag hier een pakketje van Lovies. Dus die ga ik even openmaken. Heb je eigenlijk lekker geslapen? Ja, prima. Oh, zo. Ik heb dus geen gevoel meer in één teen. Dat is wel vervelend. Oké, kan je heel even zo je knie doen? Hoe komt dat dan? Weet ik niet. Ik denk door die hakken. Kan je dit zo vasthouden? Oh, hij gaat inzoomen opeens. Gisteravond hadden we het weer veel te laat gemaakt. Hoe laat gingen we slapen? 3, 1/2, 2? 2 uur? Zoiets, denk ik, ja. Op Instagram zal ik laten zien hoe het eruit ziet. Maar ik zal het nu even unboxen. Wat ik hier heb gekozen vind je allemaal niet leuk. Dat weet ik niet. Lovies heeft dus ook een nieuwe sieradencollectie. Dus daar had ik dingen van besteld. Dit. Best mooi verpakt. Wat is dit? Oh ja, deze oorbellen. 13 euro. Oh ja, deze ketting. Met dit. Deze. Volgens mij is dit zo'n dubbele ketting. En deze is 18 euro. En een armbandje. Met het cel. Oh nee. Is dat... En dit armbandje. Kan ik bij de rest doen. Het volgende. Oh ja, dit setje heb ik besteld. Met een blouseje en een rokje. Vind je dit lelijk? Niet super mooi, denk ik. Kijk, met dit blouseje. Als ik het aan heb, vind je het prachtig. En daarbij ook nog een rokje. Maar die kan je dus natuurlijk ook los van elkaar dragen. Maar je kan het ook samen dragen. Maar toch is wel leuk voor Curaçao. Deze is 40 euro, het rokje. En een duurzame blouseje. Oh, het rokje heb ik wel in de maat M. Want Lovies vond het heel klein. En het topje is, in een, is 40 euro in de maat S. Dat is hetzelfde als, weet je wel, die, maar dan het wit. Leuk. Vind je dat leuk? Ja. Dat is een nieuwe trend helemaal, hè? Waar is de opening? Namelijk zo'n wit giletje. Die je dus over al die jurkjes heen kan doen of over truien. Dus ik vond die wel heel leuk. Deze heb ik in de maat S en deze was 50 euro. Dus dat waren de items van Lovies. En wij gaan nu naar de McDonald's. Oké, zo ziet het blouseje en het rokje eruit. Heel erg leuk. Ik weet niet of ik het per se boven elkaar zou dragen. Maar wel echt heel erg leuk. Dus dat is deze. En ik heb ook die armband alvast om. Hier zo. Oké, dit was niet mijn plan. Maar we gaan naar de McDonald's. Zo, ik moet echt naar de zon. Wit als papier. Zo. Is het gelukt? Ja. Waarom moet ik eigenlijk rijden? Omdat je te brak bent? Ja. Ik moet net dit drinken. Ah, wat goor is dit eigenlijk? Ik heb corona. Ik proef niks. Wat meent? Pak jij even die camera? Nou, zijn we weer. Ik denk dat ik echt in deze vlog 4 keer naar de Mac ben geweest. En dan de hele tijd zeiken. Ben ik weer bij de McDonald's. Mijn auto is wel echt chill om McDonald's in te eten. Maar ja, dat fuck je alleen maar, voor de rest helemaal niks. Hoor. Nee, ook die tafel zo. Oké, ik ben weer thuis. Wat ik ga doen is, ik ga even mijn make-up doen. Dan ga ik een video opnemen, want ik moet die naked pakketje nog unboxen. En dan ga ik mijn kamer eventjes verder opruimen. Dus dat ga ik nu doen. Nou, dit is mijn licht als ik me opmaak. Oké, ik heb de video opgenomen en alle aanbeelden. Dit is alvast een sneak peek. Een heel leuk jurkje. Die hou ik ook aan, want het is vandaag lekker weer. Even mijn tas inpakken en dan ga ik samen met mijn vriend volgens mij gaan we eten bestellen. En ik moet echt deze vlog ook bewerken. Dit is de volgende dag, maar ik zag dat ik nog geen einde had voor de weekvlog. Dus ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Als je het vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel erg bedankt voor het kijken. Doei doeg!